Marvel's The Hunt 2. Wat je hier ziet zijn paddenstoelen. Prachtige paddenstoelen. Nou, zoals jullie weten, paddo's, daar kun je high van worden. Sick, heb ik nog nooit gedaan. Heb ik ook nul interesse naar om dat ooit te gaan doen. Echter, deze game gaat niet over paddo's. Deze game gaat over paddenstoelen. Die je volgens mij moet gaan vinden en foto's moet maken of zo. En zo, dit ben ik. Oh, hoe hebben ze mij in de game gezet? En hier, dit ben ik. Lol. Look down. Oh, dat zijn ze. Try to pick up. Oké, klik. Oh nee, dat is niet klik. E moet ik dat doen. E. Klink. Klonk. Klonk. Oh, hoor je het geluid? Wat een cute geluidje. Dit is een schaap. Spelen we nog Goat Simulator of wat? Open de camera met C. Oké. Scroll to zoom. Oké. Hey. Hey, niet, waarom laat hij nou zijn reet weer zien? Draai om. N is change mode. Oh, we kunnen filters erop zetten. Ja. Bam. Let's go. Ik heb 15 punten, want ik heb een goat gespot. Nu kunnen we bewegen. We hebben een fotoboek. Oh, kijk nou, dit is leuk. Oh, mooie foto. Bro, we zijn een soort fotograaf of zo. Inventory. Wat heb ik hierin? Een camera alleen. Game menu is tab. Oh, kijk hoeveel dieren we kunnen vinden. Dus niet alleen paddenstoelen, maar ook dieren. Welcome to the world. Go hunting. Waar ben ik? Oh, ik ben in mijn eigen trofiekamer. En een soort shop. Oh, wat? Nee, wacht. Ik stond mogelijk op die knop, denk ik, ja. Oh joh, hier kun je allemaal dingen kopen die je dan nodig hebt. Er staat een paard in de hal. Ja, ja, een paard in de hal. Er staat een paard in de hal. Voor 3000 euro. Wat mooi, man. Hé, hey, maat. First aid. Aha. Tick remover. Dat is misschien wel handig, hè? Kan ik die kopen? Oké, nou, dat ziet er goed uit. Ik kan hier van alles kopen. Oh, wat is dit? A to shop this. Dat is een vlag. Nou, dan kun je dat neerzetten zo van... Yo, ik weet dat hier paddenstoelen zijn. Oké. Daily bonus tasks. Fotografeer een rode eekhoorn. 100 extra punten. Nou, we gaan voor de rode eekhoorn. Laten we hierheen gaan. Zo vroeg mogelijk. Start hunting. Wat is er weer? Oh, huh? Ik speel pong met eekhoorns. Wat is er weer? Wat de... Wat is, even... Wat... is dit wel de juiste game? Oh, ik heb gescoord. Yo. Damn, kijk maar gaan, kijk maar gaan. Oeh. Daar gaan we. Dit is veel leuker dan de echte game. Gaat-ie. Ik win. Noob. Enter. 3-1 gewonnen. Vindt goed. Oh. Voordat we starten met het nieuwe seizoen. Even naar je objectives gaan. Zoveel mogelijk morals vinden. Fotograaf zoveel mogelijk dieren. Vind de gouden moral. De gouden paddenstoeltie. Oké. Happy hunting. Dankjewel, maat. Nou, daar zijn we dan, dames en heren. 50 morals. Oké, ik zie een rode eekhoorn. Ik zie een rode eekhoorn. Hoe pak ik mijn camera? Ik ben vergeten hoe ik mijn camera pak. Oh, C. C was het. Fuck, waar is hij? Daar. Heb hem. 5 punten. En 100 extra, want het is rood. Maak er nog één. Kijk mij aan. Fuck. Net te laat. Kutzooi. Oh, bro. Dit ging goed. Nu al 1. Kijk in het fotoboek. Waar is het fotoboek? I? Nee, P. Ja, man. Nee, bijna. Wat zijn dit voor kutfoto's? Nou ja, het was goedgekeurd. Dus ik vind het best. Goed. Oh, kijk nou. Dit is 1. Kunnen we hier ook een foto van maken? Nee. Hoppakee. You found your first moral. Moral of the story is... Pak paddenstoelen. Ik vind dat de muziek te hard staat vergeleken met de rest. Dus ik doe de muziek al even uit. Heb ik deze al? Ja, hè? Oh, hij is weg. Oké. Dames en heren, we zijn op zoek naar paddenstoelen.
Dieren. Alles wat maar ademt. Wat is dit voor ding? Oh. Ook een vlinder? Doen ze daar ook aan? Doen ze ook aan vlinders? Ja, doen ze ook aan. Fuck, waar is hij? Waar is hij? Daar. Nee, daar liep iets. Ja, daar is die vlinder. Fuck! Ja, ik heb hem! Yes! De eerste foto was van deze fucking boom. Kijk deze. Ik traceer dat ding zo. Alsof een of andere sniper zo. Vol tegen die boom. Goed, deze bewaren we. Ja, ik zie hier helemaal geen. Ik zie hier helemaal niks in, gast. Maar goed. Het zal wel. Prima. Oké, die hebben we ook. Kijk, chat, als jullie wat zien, laat me alsjeblieft weten. Vlaaflinder zegt hier, je hebt mij gevonden. Inderdaad, ja. Oké, als jullie wat zien, laat me weten. Even de map bekijken, hoor. Oh ja. Oh, je ziet ook precies bij je bent gelopen. Nice. Oké. Een soort van wandeling. Ja, jou heb ik al gespot. Je bent een eekhoorn. Ja, ga weg. Ik heb jou al gezien. Ga weg! Niet naar mij toe. Ik bijt hoor. Wegwezen. Ik heb jou niet... Wat is dit? Een vos! Oh nee. Wat is dit? Oh, dat is een vogel. Het leek op een vos van afstand, maar eerlijk. Oké, hier is een huis. Wat kunnen we hier beleven? Blijf jij zo gewoon op de weg staan? Oh, hij loopt weg. Oh, hier, wat is dat? Weer die fucking eekhoorn. Ja, ik had jou al. Red Scroll weer 5 punten. Oh. Even kijken. Hé? Hey? Hallo? Iemand thuis? Dat je ook gewoon random bij iemand thuis naar binnen loopt. Is het mijn huis? Nee, toch? Mooi hier, hoor. Wacht. Oh, ik heb gewoon voeten. Had ik niet verwacht in deze game. Nice. Oké, leuk. Nou, ik laat de deur open. Want wie weet. Hè? Ik zie al eigenlijk geen paddenstoel. Heb ik een paddenstoel gemist? Of nog niet? Kijk, oh hier, ja hier. Oek. Ik weet niet waarom ik die paddenstoelen moet pakken, maar ik weet niet wat mijn doel daaraan is. Maar misschien is dat gewoon voor de rust of zo. Mag ik hierheen? Oh, dit is de zijkant van de map zeker. Ik loop weer buiten de map. Sure. Oké. Oh, hier nog eentje. Kijk nou. Oep. Daar zie ik ook nog wat. You have poison ivy. Ik krap me helemaal tekeer. Is dit een poison ivy plant? Wat moet ik nou doen dan? Try using a first aid kit with itch cream. Hey, dit is weer een andere puffbal. Moet ik er ook een foto van maken? Nee. Die moet je gewoon oppakken. Oh, ik heb nog steeds jeuk. Kutzooi. Even kijken, inventory... Deze. It's cream anti-venom. Use. Nice. Is dit een mierennest? Ja! Dit is een mier! Ik heb een mier gevonden! Ah! Yes! You're so cute, man. De rode bosmier. Kijk nou. Nog één. Oh mijn god, ik heb er twee. Yes, baby. Oh, ik krijg toch gewoon meerdere punten. Kijk nou. Hoppakee. Nou, als je dan hier bij het nest blijft staan, kijk hoeveel mieren er zijn. Already photographed. Oh. Vet, man. Ik heb weer poison ivy. God gloeien, dit is die kutplant. Waarom staat die plant hier? Moet ik weer de first aid kit gaan gebruiken? Use. Ik heb geen first aid kits meer zo. Ik ga wel even op het pad. Dan kan ik het minder snel krijgen.
Oh, oh, vlinder, vlinder. Of wat is dat? Vogel. Waar is hij? Kut, jullie leiden me af. En ik keek naar jullie toe. Ik keek naar de chat. Fuck, hier vloog een soort bruine stronting. Kut, sorry, ik heb hem gemist. Zie hoe belangrijk het is om fotograaf te zijn van de natuur. Een natuurfotograaf. Ik moet gewoon alles in de gaten houden. Kijk nou, kijk nou, kijk nou hoeveel. Kijk hoeveel. Zoveel. Pling, pling, pling. Oh, hij lijkt een beetje. De game heeft hier moeite mee om dit te laten zien. Dit is nice. Ik ga hier een vlaggetje plaatsen. Ja. Use. Hoppa. Hier lagen er heel veel. Dus hier wil ik wel weer terug. Of zoiets, denk ik. Zo werkt dat, denk ik. Stel, je ziet, je loopt in het bos, ziet er een vlag met een paddenstoel op. Dan denk je ook, what the fuck, wat gebeurt hier? Maar is er niet morels misschien om te eten of zo? Is dat waarom ik dat verzamel? Dat het een soort speciale paddenstoel is waar je iets mee kan of zo? Want ik snap niet waarom ik... Ik hoorde iets. Hier ook iets, wat is dit? Een konker! Ja, dat is het! Een bullfrog, een kikker. Een kinker. Oh! Ja toch, eekhoorn, alles door elkaar. Bro, ik ben de beste natuurfotograaf ter wereld. Dit is sick. Daar zie ik nog iets, daar zie ik nog iets. Ja, ja, ja. Heb hem. Bro, als ik sniper was, dan had ik dit hele bos al dood. Damn, man. Dit gaat goed. Oh, ik dacht even dat dit iemand was, maar dit is een... dode boom. Bro, ik ga gewoon zo rondlopen, dit is veel chiller. Gewoon camera ready. Wat is dit? Wat is dit? Oh, dat is een tak. Ik dacht een leguanos of zo. Een beer? Een beer? Waar? Je hoorde geluid hier, maar dat was volgens mij van die kikker daar. Waar? Een pad is het. Oh. Weet ik veel, gast. Ah. Daar? Ja, daar iets. Ah, allemaal mieren. Kijk nou. Ik kan ze per stuk fotograferen, volgens mij. Already. Already. Nee, heb ik allemaal al gehad. Weer mieren, nice man. Dit is denk ik wel de cheat, om gewoon zo rond te lopen en dan ineens als iets oplicht, dan weet je genoeg. Spannende game, hè? Even kijken, loop ik nog goed? Ja, ik loop zeker goed. En ik zie hier... Een gebouw, oh, die kan ik gebruiken. Daar ga ik op. Ja, daar ga ik op. Dan heb ik overzicht over het hele bos. Ik zie hier ook iets roods. Wat is dit? Een live horn, Shibensi. Wat een cutie. Hij is wel groot, maar het is een live horn, Shibensi. Dit is heel cute. Echt super nice. Oké. Kun je niet rennen met shift? Ja, maar dan ben ik bang dat ik ze wegjaag. Dat doe ik niet. Durf dat niet. Wat is dat? Ik heb heel langzame zoom, dat wel. Ja, hier kan, hoe de fuck ga ik hier wat zien, bro? Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ja! Een sparrow! Wat is dat? Een sparrow. Ik spaar ze allemaal. Damn. Dat was sick. Ik zei niks en ik zag ineens een lijpe vogel. Ik hoor tok, 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 tok. Dat is een ekster die tegen de boom aan knalt. Ik hoor iemand. Ergens bij een boom. Hoor ik zo tok, 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 tok. Sparrow. Een duif. Nee, dat is een pigeon, bro. Een duif. Ik hoor het weer. Die kant op. Oké, ik moet daarheen. Kan ik springen? Ja. Laat me eraf. Laat me eraf. Laat me er fucking af. Kutzooi, waarom... Oké, wacht. Dan doen we het even gewoon trickshotten. Gaan we... Oh, we kunnen hier op.
Ja, en dan kunnen we zo eraf. Ja, nu lopen we op de rand. Kijk nou, oh, gamer hè. Kijk, en dan lopen we hier over de rand heen. En dan lopen we er zo af. Hoppakee. Gamer. Ja, hier ergens is hij. Geen fall damage, niks. Hier ergens is hij. Ja, hier zit hij! Tering groot! Wat is dit, een exter? Een woodpecker! Een woodexter! Kijk, 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 kijk! Niet echt gecamoufleerd, hè, als je zoveel lawaai maakt. Maar wel cool. Hoezo is dit skeer? Pokémon is pas skeer. Bro, ja, jullie vangen Pokémons. En dan gaan jullie klagen over een natuurfotograaf nu. Dit is tenminste het echte leven. Dit is de real life, man. Nou, toch twee vogels gespot vanaf daarboven. Oké, rustig lopen. We hebben alle tijd. Alle tijd. Ik ga even zo kijken. Beter. Alleen die paddenstoelen, dat weet ik niet hoor. Ik zie die niet hier heel veel liggen. Dat is het. Dat was ook iets. Ik heb hem! Sparrow. Die had ik ook, maar alsnog heb ik er nog één. Je hebt een fobie voor lieveheersbeestjes. Wat is dat nou even geks? Niet dat ik flauw van, maar ik vind ze een beetje creepy. Trauma's van vroeger. Ja, die beesten stinken alleen als je ze oppakt. En ze vinden het niet leuk. Dan gaan ze zo'n geur achterlaten. Dat is echt goor. Voor de rest, ik vind insecten niet zo heel eng. Oh! Zo, zeg je hoe snel ik was? Ik ben net zo'n... Yes, ik heb hem. Ik ben net zo'n fotograaf langs de weg. Van, of niet langs de weg. Ja, een flitser. Ik ben een flitspaal. Ik ben een natuurflitspaal. Nee, ik ben een... zo'n sportfotograaf. Dat je dan... op zo'n filmset, weet je wel. Weet je wel, alsof jullie... ooit op een filmset zijn. Het is dom. Dat bedoel je, weet je wel. Die en die. Nice, dat zijn er weer twee. Vind ik mooi. Wat staat voor gigantische kangaroo? Zo, kijk nou! Een otter! Wow! Zo, dit is vet. We hebben een otter gezien. Vet. Ik zag ineens wat er echt lijpgroots bewegen. Ik denk, wat is dit, joh? Wat zijn mijn lievelingsdieren? Pff, ga weg. Ja, op donderen. Ik vind mieren vet. Mieren is wel mijn lievelingsdier. Maar ik vind witte tijgers vind ik ook heel mooi. Siberische tijgers, heel mooi. Ik vind... wat vind ik nog meer mooi? Ik weet niet, man. Ik vind heel veel dieren wel mooi om te zien. Het is wel een spannende game, hè. Een sneeuwvos. Nog nooit gezien, man. Wel vet. Ja, ik heb je al gehad. Ga weg. Oké, waar ben ik geweest? Ik kan een beetje links gaan. Loop wel dood, maar dan ben ik wel daar geweest. Laat ik dat maar even doen. Kijken of ik iets kan tegenkomen. Hier kan ik niet echt kijken. Ik moet hier wel even een beetje kijken. Dat? Oh, dat is een steen. Dat is niks. Nee, dit loopt dood. Oké, hier kan ik niet verder. Maar... ineens! Heel stil zijn. Een blue... Oh, een yellow! Een blue en een yellow! Hier moeten waterbeesten zijn. Maar dit is buiten de map ook, volgens mij. Ik hoor wel vogels. Huh. Fuck, ik had hem niet. Huh, wat is dit? Een sparrow, alweer. Ik zag een... hey, wat is dat? Een dragon! Wow, we hebben een draak! Ik hoor iets. Ik hoor... Wat was dat? Ik
Ik ga even kijken. Ik hoor dat die kant daar vandaan. En dat geluid wel heel erg goed moet zijn in deze game, want... Dat is hoe je die dieren gaat vinden natuurlijk. Kan je iets met die points? Ja, dan kun je een regenjas kopen. Of een first aid kit. Of een paard, zag ik net. Voor 3000 punten hebben we een paard. We hebben nu 400. Dus wie weet dat we nog een paard kunnen fixen. Ik weet niet wat je daarin hebt. Loopt die met je mee of zo? Ik weet het niet. Free points, man. Thanks, Red Squirrel. Ik ga even denken... Oh, kut. Ik zie helemaal niks meer. Kut. Ik had moeten luisteren naar de game. Hierheen. Yes, klaar. Wauw. Wat een prestatie, hè? Yesterday's bonus task. Ja, ja, dat is het. 5 blew it. Oké. Okay. Ik heb 564 punten. Even kijken wat we kunnen kopen. Geen schoenen nog. Wat is dit? Een tick remover. Dat is wel handig. Kunnen we die kopen? Bye. Wat is dit? Wat is dit? Big spray. Oh, dat is ook voor de tick. En dit? Een regenjas. Een lamp. Waarom zou je gewoon los een lamp willen kopen? En waarom is dat 5000? De hoofdlamp. Kut, die kunnen we niet kopen. We kunnen s'nachts niet spotten, boys. Zo jammer. Wat is dit dan voor 500? Wat is dit? Minimap mushroom detection. Laat een locatie zien van mushrooms op de minimap. Huh? Minimap animal. Yes. Dat is gewoon cheaten. We kunnen nu al cheaten. Wat is dit? Fast travel. Dat is wel dik. Oké. Okay. Ik denk dat ik nog even een first aid kit moet kopen. Gewoon de goedkope. Daar los je toch ook al mee op. De goedkope. Kijk hoor. Die. Remove ticks. Nee, ik moet ook itch cream. Ja, die moet ik hebben. Zo. Ik denk dat ik weer safe ben. Wat is dit? Hummingbird feeder. Oh, daar komen de hummingbirds. Cute. Wow, je hebt zelfs een waggie voor 5k. Damn. Wat is een energy bar? When we increase energy. Oh, de rest boven is mijn energy. Daar kan ik me niet door. Ik zie geen paard. Hier, een paard. Oké, okay, we beginnen vroeg. Let's go. Even kijken. We hebben nu een minimap voor de dieren gekocht. But how does that work, hè? How does that work? Gaan we wel even hier weer naar rechts. Dan gaan we een soort door het midden. Oh, wacht. Dit is ook een huis. Oh, daar ben ik al geweest, hè? Ja, daar ben ik al geweest. Oké, okay, ja, wat is dit? Jij bent erbij. Ja. Yes, je bent erbij. Oké. Okay. Ja, jij bent er ook bij. Oh, die had ik al. Zo, dit is een grote hond! Wat is dit? Een dier! Een hert! Even cool. Damn. Kijk hem lopen. Vette oren. Oké, je mag weer weggaan. Ja, ren maar. Ren maar naar je moeder. Oh, je zit vast in een boom. Dit is vervelend. Oh, oh. Helemaal in paniek. Oh, andere boom. Ja. De game weet niet zo goed. Niet zo goed wat nou, zeg maar... Pardon? Vol 14 boeren in mijn gezicht laten en dan wegrennen. Nee, is goed. Wat een kutgeluid maken die beesten trouwens. Hij lacht me uit. Is dat het? Man, oh man. Cool, cool. Gul, 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 gul. Dat hoorde ik. Ja, dat is een interessant geluid. Ik kende dat niet. Oh, kijk nou, vlinder.
Waar is hij? Fuck, waar is hij? Oh, daar. Yes, butterfly. Nice. Oké. Okay. Ja, we komen mooie dieren tegen. Dat is hem weer, of niet? Dat is dezelfde? Ja, dat is dezelfde. Ga nou eens weg, joh. Ga eens naar je moeder. Oh, hier zie ik iets. Wat is dit? Paddenstoel. Gele. Iets. Niet wat het is. Oh, wat is... Wat zie ik daar? Een soort... muur of zo. Oh, hier ligt nog iets. Plonk, plonk. We gaan even naar die muur toe of zo. Wat is het? Of is het een huis? Oh, het is een huis. Weet je, dan ben je wel heel erg in de bossen dat je daar woont, zeg. Oh, hier nog meer paddenstoelen. Ja hoor, lekker man. Hé, hey, paddenstoelen man. Mocht je nog een paddenstoel willen hebben? Ik heb echt zoveel nu. Hier, hop, 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 hop. Piepapoep, bing bang bong. Paddenstoelensoep. Dang. Sick. Oké, wat is dit voor crematorium? Waar kijk ik naar? Hey, een ladybug. M'lady. Oh, wat is dit? Kidsbal. Ik krijg daar punten voor een kidsbal? Wauw. Ik dacht dat dit voor de grap eigenlijk, maar goed. Nou, cool man. Wat een onafgemaakt scheef kuthuis. Heel gek dat dit hier zo random staat midden in het bos. We gaan weer terug naar de... Is dit de zijkant? Ja, dit is wel een beetje de zijkant. Oké. Okay. Dit is de zijkant hier, toch? Kidsbal is een nieuw diersoort. Zal het? Opblazen voor gebruik. Weet je, net zoals die pufferfish. Die blaast er zelf ook op, toch? Trouwens, wat ook vet is. Ik had... Wat is dat? Is dat een vos? Nee, weer een eekhoorn. En een vogel. Oh, die heb ik al. Oké, okay. Laat dat dan zien in beeld, joh. En die? Heb ik die ook al? Nee, die heb ik nog niet. Sick. Ik zag laatst dus dat er allemaal nieuwe diersoorten waren ontdekt. Ze hadden in Indonesië waren ze weer heel diep gegaan of zo in het water. En toen vonden ze weer een nieuwe soort octopus of zo. Echt. En ook allemaal nieuwe dieren. Was echt vet, man. Chicken of the woods. Wat is dit voor raars? Echt cool. Die nieuwe dieren, dat zijn letterlijk Pokémon's. Dat is echt insane. Die zien er zo cool uit. Zien er echt cool uit. Je hebt dus een of andere octopus. En die ziet er dus uit alsof hij enorme flaporen heeft. En daar heeft hij ook... Ze hebben hem ook zo genoemd. Iets met flapoor ding of zo. Hé, hey, nog een blauwe. Yo, ik ben on the move. Het gaat echt goed. Oh, hier een mierennest. En dat herken ik uit duizenden. Kijk nou. Ah. Ik hoorde weer een hert. Ja, daar. Oh, kikker, kikker, kikker! Of een pad. Hier hoorde ik het. Oh, die had ik al. Kom ik hier niet vandaan? Ja, daar kom ik vandaan, volgens mij. Nou ja, whatever. Leef maar. Hey. Oh, dit is deze die dat geluid maakt. Dat is de kikker. Oh, als je op de kikker gaat staan, dan bounce je eraf. Dat is net echt. Nee, niet doen, niet doen. Niet thuis nu op een kikker gaan staan. Om te testen. Wat hoorde ik?
Wat als ik door de mier heen loop? Gebeurt niks. Huh. Oh, daar zag ik iets lopen, of niet? Ja. Vanaf hier zag ik een grasshopper. Een letterlijke sprinkhaan. Die zag ik vanaf hier, bro. Kijk hoe ver weg die is. Helemaal daar. Ik ben echt een sniper. Noem een natuursniper. Ik 360 de eekhoorn. Echt vet, man. Ik weet nog steeds niet wat ik aan die paddenstoelen heb, eigenlijk. Behalve dat ik het kan verzamelen of zo, maar... Wow, wat is dit voor ding? Een das! Ja, een raccoon. Hoe noem je dat ding? Is dat een das? Die is groot. Dat heet toch een das? Hoe noem je dat? Wasbeer. Oh ja. Wasbeer. Nog één! Dit is een mattie. Vet. Echt cool, man. Wasbeer tegengekomen. Kom je nooit tegen in het wild. M'lady. Hallo. Oh, hier was ik geweest. Hier had ik paddenstoeltjes gevonden. Ah, kijk nou. Ze liggen er nog. Oh. Oh, wat heb ik nou gedaan? Ik heb het... afgebroken. Nee, use. Boing. Dus dan kun je elke keer weer terug. Heb ik nou... Ik had toch ook een minimap van de animals? Waar is die? Use. Wat is dit? Oh my god. Daar is een dier. Ik moet daarheen. Ja, daar is een dier. Ja. Oh, kijk nou! Een knun! En een vuggel! Bro, ik heb gewoon 3 dieren in 1 en 2 nieuwe die ik nog niet had op mijn lijst. Damn, man. Wee, yo. Dat was het. Ja, dat was het. Echt vet. Is er nog iemand hier? Nee, ik weet niet waarom dit is. Waarom is dit? Heel random. Welk dier geeft de meeste punten? Ja, goed, goede vraag. Goede vraag. Goede vraag, zeg. Goede vraag. Weet ik niet. Schildpadden. Je hebt wel echt heel veel dieren. Een gorilla. Weet ik niet. Oh ja, vergeet af en toe naar boven te kijken. Je hebt natuurlijk ook vogels. Maar dit was het. Want op de map doet hij verder niks meer. Dus waarschijnlijk gewoon... Geeft hij 1 dier aan van dit ligt in de buurt, man. En pak het maar. Ja, ik kan het ook maar 1 keer gebruiken. Dus heb je 250 punten ingezet voor 1 dier. Minder. Maar goed, ik dacht dat ik echt een minimap zou krijgen. Maar dat stond er ook. Minimap voor location on animals. Nou ja, niet dus. Ik ben gewoon geprankt. Maar is goed, joh. Oh, vlinder. Laatste puntjes. Oh, already photographed. Die kant moet ik heen? Ja. Ga je nog naar die plas water? Die daar beneden? Nee. Nee, denk ik niet. Want het wordt bijna donker ook weer. Voel ik aan mijn water. Oh, hier heb je chicken mushroom. Ik weet niet wat dit doet. En waarom ik dit moet oppakken. Want. Objects. Nee. Oh, deze dingen zijn allemaal in de game. Maar je hebt ook allemaal verschillende mappen natuurlijk. Dus. En ik moet nu 50 morals moet ik vinden. Dan krijg je denk ik weer een nieuwe map of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. Bladder. Oh, hier ligt er nog één. Oh, kan ik deze niet pakken? Het is van de tafel gevallen. Oh, minder. Jammer. Hele rustgevende game. Wat jij?